De bakkerij aan het Prins Hendrikplein in Leiden is vannacht volledig uitgebrand. Onbekenden hebben de ruit van de winkeldeur ingegooid en vervolgens een brandbare vloeistof naar binnen gegoten en deze aangestoken. De daders lieten de gebruikte jerrycan achter in de winkel en gingen er vandoor. Eigenaar Mohamed Eminov staat vrijdagochtend verslagen voor zijn winkel. Ik heb geen idee aan waarom, hoe dat die komt, waarom dat gedaan, dat weet ik niet, nee. Geen ruzie met iemand? Nee, geen ruzie, niks, maar ik hoop dat ze wordt gepakt worden, die daders. Ook buurtbewoners reageren geschokt op de brandstichting. Ik zag vanmorgen op Drimbel een melding voorbij komen van hey, vrek, brand in een winkel op Prins Hendrikplein. Nou ja, daar we nog maar één winkel hebben, is de link gauw gelegd. Dus gelijk eigenlijk om 15:15 mogen belt. Dus ja, ze hebben inderdaad, mijn winkel is in de brand gegaan. En nou ja, eigenlijk gelijk hierheen gekomen van joh, kan ik nog iets voor je doen? Nou ja, ondertussen zijn we met de verzekering aan het bellen, de politie. Nou ja, het is nu wachten op de technische recherche voor onderzoek. En ja, als die het pand vrijgeven, dan kunnen we weer met de verzekering aan de slag. Kijk, ik wacht van de verzekering en ga een beetje verbouwen, denk ik. Dan moet dat. Ja. En dat was net gebeurd, hè? Want in oktober had je nog een feestelijke opening na een verbouwing. Ja, dat klopt. Ik, 4 maanden geleden, ik ben klaar met verbouwen. En nieuw. Moet je overnieuw beginnen? Moet ik nu opnieuw beginnen, ja. Dat is waar. Ja.